afsluiting. Aankomst voor onze BNC-renners. En in de verte, inderdaad, Nicole Feveren, die mag hier mooi weekend en zwaaiend over de meet komen op de wijk Madonna. Uw applaus voor Nicole Feveren. Nicole Feveren, die hier zo over de meet komt. Koffieshot. Mooi. Fantastisch. Hij hield stand in de storm van Mooijemarken. De storm die wat is gaan luwen. En Peter Verwink, onze nationale kampioen bij de B-renners, die wordt hier eindwinnaar of winnaar van de dagzegen. Proficiat Peter, met de armen wijd in de lucht, in de Langemarkse lucht. Ik vermoed dat inderdaad Gregory van Vlierberg, Kallewaard, derde en een sprintje, ja! En dat is nog net gewonnen door nummer 11, Thierry de Klerk, voor Stijn van den Malen. Zo gaan we ons podium, straks trekken we daar met een brede glimlach naartoe, want dat zijn pracht van de laureaten op de nummers 1, 2 en 3 plaatsen. In de B-categorie Peter Verwink op het hoogste chapeautje, een nationale kampioen die hier gevierd wordt en gelauwerd in Langemarkt. Dat moet je hebben als organisator, daar kun je fier op zijn. En de bloemen die worden aangeleverd door onze organisator. Wij trekken richting podium, want wij gaan straks de laureaten huldigen in een ceremonie protocolaire. Kom op die en français. Maar goed, wij wachten nog op een pelotonnetje, waaronder twee Britse deelnemers. What will be the place of these riders? We kijken uit. De eerste drie podiumplaatsen die zijn verkocht, die zijn ingenomen. Straks herhalen we bij de vleet wie, wat en waar terecht komt. Maar we wachten af. In de verte moeten we een spurtje zien van een achtervolgend pelotonnetje. En we willen vragen aan de opwarmende, de warming-up riders, de categorie A, de baanvolley, de vrijhouder alsjeblieft. Wij willen dat onze BNC-renners die nog in de wedstrijd zitten een veilige thuiskomst maken hier op de wijk Madonna in Langemarkt. Krijgen we nog een koninklijke spurt met onder meer twee Britse deelnemers? Zo lijkt het erop. Of wordt het een langrechte spurt in de wind van de Madonna? Wie haalt hier gram of zijn gram? En dat is voor de zevende plek of de vierde plek. En dat wordt nummer 22. Het nummer 22 in de B-categorie wordt vierde. Het nummer 22 en dat is niemand minder dan Cedric.